jongens, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Richard. Een super nieuwe vlog. Dank eens even hier eraan komt lopen. Kan je ze zien? Even kijken. Lekker portie poppetje. Lekker hoor. Lekkere poppetjes. Live vanaf de kerstmarkt zijn we deze keer. En we hebben eigenlijk een rondje gelopen over de kerstmarkt. En wij dachten gewoon, voordat we in herhaling vallen, net als vorig jaar, dat we ook op de kerstmarkt waren, hadden we zoiets van, nou nee, gaan we geen filmpje maken op de kerstmarkt. Hè? Want het is een beetje toch wel veel van hetzelfde. Veel kleding, weer die massagekussentjes, foute kersttruien, poffertjes. Dat is natuurlijk wel lekker. De ski-hut. Heb ik nog meer gezien, dat ik vorig jaar ook gezien had. Sokken, onderbroeken, guro's, pad, braadworsten, broodje zalm, 6,5 euro. Ja, ik ben gauw genezen hier. Vind je niet? Ja, hè? Dat is gewoon niet leuk meer. 6,5 euro voor een broodje zalm wordt dus een beetje te gek. Maar ik zou zelf wel lekker een broodje zalm. Maar het is wel heel mooi. Het is wel de moeite waard als je hier nog nooit geweest bent. Is het zeker de moeite waard om even eroverheen te lopen. Het is hartstikke gezellig, dat wel. Er lopen een hoop mensen op de kerstmarkt. Maar je ziet het omheen. Het is gewoon lekker druk al. Maar ik zal jullie de details besparen. Ik zou zeggen, kom gewoon gezellig zelf naar de kerstmarkt. Kom het zelf beleven. We gaan gauw onze poffertjes opeten. En ik zeker niet van mij, want ze zijn koud om het worden. Zo, vanaf de kerstmarkt staan we dan in één keer op de Flevoweg hier in Leiden. En daar is vandaag een kunstexpositie. En daar gaan we eens eventjes binnenkijken. Grappig. Kijken wat er allemaal te zien is. Nou, gaan jullie mee naar binnen? Gaan we eens even binnenkijken wat hier allemaal te zien is. Volgens mij schitterende kunst. Hier gelijk al het meeste stuk staan. Favoriet. Jack Nicholson. Nou, we gaan naar binnen. Nou, eens even kijken hier. Allemaal mooie prenten. Van Leiden. Onwijs gaaf. Oh, die kan je ook op. Die is dicht. Oké, gaan we naar boven. Gaan we boven kijken. De trappetje op. Zo. En dan komen we hier ook in een hele mooie expositieruimte. Onwijs veel mooie schilderijen. Over Leiden. Herman Brood. Super leuke beeldjes. Dit is ook een waanzinnig schilderij. Echt super vet. Het ziet er wel echt onwijs gaaf uit allemaal. Nou ja, zo. Het is gewoon echt gigantisch veel schilderijen. Oh ja, die zijn ook gaaf. Kijk dan, die is echt super vet. Oh ja, die zijn ook super gaaf. Hangt hier echt. Schilderijmuseum, kijk dan hoe groot je hebt. Zo. Echt super vet. Hier, je zal het maar in je huis hebben. Hè? Je zal het maar in je huis. Ja, die is gaaf, hè? Ja, die vind ik echt onwijs gaaf.
zeker de moeite waard om hier even een kijkje te komen nemen. Als je toevallig nog een mooi schilderij zoekt, dan ben je hier aan het juiste adres. We gaan eventjes die kant op lopen. En als je toevallig een mooi schilderij ziet of voorbij ziet komen en je denkt van jeetje, hij gaat wel erg snel met die camera, dan ja, je kan natuurlijk ook even terug gaan spoelen en hem op pauze zetten. Maar wat je ook kan doen is eventjes een privéberichtje naar mij toesturen en dan kan ik je ook nog hierheen loodsen. Flevoweg, kan niet missen, naast Gerritsen. www.modernekunst.nl. Zo, als dit niet gaaf is, dan weet ik het ook niet meer. Zo, die zijn gaaf, jongen. Moet je kijken. Elke poon, onwijs. Dat zijn echt hele gave schilderijen. Kijk eens. Hierachter staan nog meer van die hele vette dingen. Ook een hele berg met, kleine beeldjes. Gaaf, hè? Mm-hmm. Voor elk wat wils. Bovenin. Even een beetje wegknippen, maar goed. Hier nog een onwijs gave van Jack Nicholson. Zo, hé. Die is helemaal in de epoxy gezet. 1950. Die zijn ook wel echt super vet. Good times. Onwijs zeg. Vindt u het wel potstoel? Ja. Van vroeger. Ja. Dat is van Vincent van. Hoe heet hij ook weer? Nee, niet van Mondriaan geloof ik. Of nee, ik heb een speciale naam. Ik weet het niet meer. Gaaf hè? Ja, gaan we even naar beneden. Ik kan hier ook nog naar beneden, ja. Kijken. Kijk, Banksy. Hangt er ook. Dit is Anton Heijboer. Wel bekend misschien bij sommigen. Nou, we gaan even naar beneden. Alleen, hij heeft die deur daar vergeten open te maken, dus we moeten ook weer naar boven toe. Zo, hier dan ook gaaf hoor. Jeetje Mina, wat een schilderij man. Niet normaal. Kijk eens hoeveel. Zo, deze. Oh, die is gaaf. Nou, dat vind ik echt gaaf deze. Onwijs zeg hé. De Blues Brothers. Ray Charles. Allemaal bekende filmsterren. Zie je dat? Universal Studios, super vet zeg hij. Onwijs. Dit kan ik ook wel. Hè? Gewoon een paspoort verf erop. Een paspoort verf. Ja, ja, ze noemen ze kunst hè. Ja, dit is ook gaaf hè, die beelden voor in de tuin. Krijg je dan op zo'n pilaar. Dit kan je er dan afhalen. En die kan je dan zo in je tuin zetten. Onwijs gaaf. Er zijn ook een heleboel verschillende soorten van. Kun je trouwens ook allemaal bekijken op de site. Nou, gaan we naar boven. Hoppakee. Dus nogmaals, zie je een leuk schilderij erbij? Geef mij even een privéberichtje. Of kijk op www.modernekunst.nl. Dan zie je gelijk de prijs erbij staan. Ja, oh, hebben we daar nog een kamer geloof ik hè? Even kijken. Nou, hier is de keuken. En hier is nog een kamer. Hangt er ook kunst? Nou, nog meer kunst. Jeetje. Ongelooflijk. Nou, jongens. Je ziet het. Voor elk wat wils. Zo, ik heb een petje niet op. Het is nodig dat ik weer naar de kapper ga, geloof ik. Maar goed. Nou, voor nu laten we het maar eventjes hierbij.
En ja, ik dacht dat dit wel even leuk zou zijn. Dat je dit wel even leuk zou vinden om eventjes hier binnen te kijken. Ik vind het zelf super leuk in ieder geval. En nou, oké, okay, dat dus. Nou, ik ben nog even één plek vergeten. Waar ik nog niet was wezen kijken. En dat is hier beneden. En dan ga ik nu eventjes naartoe. Dan gaan we even de trap af naar beneden. Ja, dit is natuurlijk nog super. Hier hangen echt waanzinnig. Hè? Even kijken. Kijk. Onwijs gaaf. Die is ook super vet. Kijk dan. Lijkt wel of die naar je toe komt. Gaaf, hè? Die vlinders. Oh, hij is gaaf, joh. Kijk, ik heb hele mooie beelden. Hier weer een foto van onze vriend Jack Nicholson. Ah, kijk, hé. De Joker. Of weet hij ook weer? Die is ook. Hè? Nee, joh. Oh. Die zijn super vet, hè? Met die dollars. Echt onwijs gaaf. Kijk, hier hebben we weer zo'n beeld wat ik je vertelde. En die zijn er in allerlei verschillende variaties. Super gaaf om voor je deur neer te zetten. Die is ook super vet, hè. Moet je kijken, man. Die knalt er toch uit als je die boven je huiskamerbank hebt. Of in de winkel of in je kantoor. Echt super gaaf. Hier David Bowie. Ook super gaaf voor mij. Nou, tot zover eventjes alle kunst. Wil je zelf komen kijken? Kom dan gezellig eventjes hier naartoe. Er staat een wijntje voor je klaar. En dan kan je op je gemakkie eventjes alles komen bekijken. En ook informatie vragen wat het eventueel kost. En zo is er alweer een einde gekomen aan deze vlog. Ik zou zeggen, zet het belletje aan rechts in de hoek. En duimpje omhoog. En op naar de volgende vlog, jongens. Stay tuned bij Richard. Ho!